Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag hadden we te maken met hoge sluierwolken waar de zon het soms best moeilijk mee had. maar waar de zon soms ook behoorlijk doorheen kon schijnen. Het gaf mooie wolkenluchten, zoals op deze foto uit het midden van het land. Vanuit de satelliet zag het er als volgt uit. We hadden te maken met een wolkendek wat vanaf de Noordzee over ons land uitwaaide. Daartussen zaten best wel wat gaten, maar we zien ook wel wat onze aanvoerrichting is. en dat betekent dat voorlopig we toch vaker te maken gaan krijgen met die wolkenvelden. Dat berekent de computer ook voor ons. Van het westen uit trekken die wolkenvelden over ons land, maar de invloed van een hoge drukgebied blijft groot. Dat betekent dat het in elk geval droog is. En in de loop van de nacht en ook morgen, eerst wat opklaringen, dan weer wat meer wolkenvelden. Maar de neerslag blijft ten noorden van ons land. Het hoge drukgebied blijft invloed houden op ons weerbeeld. Het is wel behoorlijk onstuimig in het zuidoosten van Europa. Met forse regenhoeveelheden in Griekenland, Bulgarije, zuidelijk deel van de Balkan. En op de Balkan valt ook sneeuw, net als in Roemenië. En de neerslag daar. Zeker de regen in Griekenland zou lokaal best wel eens voor overlast kunnen zorgen. Verder hebben we ook te maken met een front op de oceaan. Dat front eh, zorgt voor bewolking en neerslag. En die neerslag bereikt dan ook delen van Schotland. Tot zover Europa. Laten we naar Nederland gaan kijken. Vannacht hebben wij te maken met opklaringen. Vanavond ook al. Temperaturen zo tussen de 3 en 5 graden. In de nacht daalt het kwik in het zuidoosten nog tot dicht bij het vriespunt. Maar op andere plaatsen zijn de sluierwolken dikker. En dat tempert de temperatuurdaling. Daar doen we het dan met een graad of 3 als minimumtemperatuur. Morgen in eerste instantie vrij veel wolkenvelden. In de loop van de middag van het westen uit wat vaker de zon erbij. En het is vrij zacht. Met temperaturen die op sommige plaatsen al aan 10 graden komen. De wind waait matig uit het westen tot zuidwesten en de richting zal in de loop van de dag steeds vaker zuidwest worden. Dan gaan we naar het weekeinde en dat gaat lenteachtig verlopen. Met uh, zaterdag temperaturen in de dubbele cijfers, geregeld zomer nog wel vrij veel sluierwolken. Zondag schijnt de zon vaak uitbundig en dan komt de temperatuur op veel plaatsen in het oosten en vooral ook in het zuiden van het land aan 15 graden. En dat zou voor het eerst zijn dit jaar. Hoge temperaturen dus. Met een flinke zonnige periode erbij, prachtig lenteweer. En ook maandag is het nog vrij zacht, hoewel de temperatuur wel een stapje terug doet. En dan zien we ook weer voorzichtig wat meer wolkenvelden tevoorschijn komen. En als we dan kijken naar de lange termijn verwachting wat temperatuur betreft, dan zien we vooral maandag, dinsdag en ook woensdag dat a. de onzekerheid wat groot is, maar ook de verschillen tussen dag en nacht minder groot worden. Nou, dat komt vaak als er meer bewolking in het spel is. De neerslagkans blijft vrij klein, maar als gezegd, in die periode wel wat meer wolken. Later in de week lijkt dat allemaal weer wat op te lossen en blijft het vooralsnog lenteachtig. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.